Een van de toffe dingen die je kan zeggen als je bent geboren in 2003 is dat je bent opgegroeid in de generatie die is opgegroeid met de Hunger Games. En er is recent een prequel uitgekomen op de Hunger Games. En in deze aflevering gaan we daar samen het over hebben. Dit is mijn review van The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Hello. From a bird's eye view. This is a fight for our very existence. You must die. Zoals de meeste films die ik zag als jong jongetje, was ik veel te jong om destijds de eerste Hunger Games film te zien. Maar ik was wel extreem onder de indruk nadat ik het gezien had en 4 nachten niet geslapen had. Toen heb ik de 2e Hunger Games film gekeken en daarna zelfs de 3e en ook nog de 4e. De 3e en de 4e zijn altijd minder goed ontvangen dan de eerste 2. Wat komt er dat er niet meer echt de games zaten? Maar de games zitten wel weer in deze prequel. De allergrootste ster uit deze film is Peter Dinklage. Voor het allereerst zag ik hem als Trumpkin in Prince Caspian. Vervolgens zag ik hem als Bolivar Trask in X-Men Days of the Future Past. Vervolgens zag ik hem als E3 in Avengers Infinity War. En nu speelt hij dus ook de uitvinder van de Hunger Games in The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Als we even als buitenbeschouwing houden of ik als christen The Hunger Games zou moeten kijken, vind ik dit wel daadwerkelijk een fantastische serie. En vind ik het zo slim van ze dat ze er weer een film van gemaakt hebben. Voor de mensen die The Hunger Games nog niet kennen, dit is het concept. We choose 2 children from each district to fight to the death in The Hunger Games. En dan heb je Coriolanus Snow uit de officiële 4 films. Die is hier een jong jongetje. En die speelt de mentor van een van de tributen die meedoet aan The Hunger Games. What does my mentor do besides bring me roses? Niet om de kinderen te laten winnen in de games, maar om ze een spektakel te laten zijn. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. Een extreem aangrijpend moment in de film vond ik het moment dat Enjoy the Show zich begint af te spelen. En de Hunger Games echt daadwerkelijk tot een begin gaat komen. Enjoy the show. 5, 4, 3, 2, enjoy the show. Run. Enjoy the show. En scènes zoals dit brengen echt het ultieme Hunger Games gevoel terug. You hear that boy? It's the sound of snow. Falling. En scènes zoals dit kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. How wonderful that we all get to be here for someone's final performance. Deze film heeft me ontzettend geraakt omdat het gaat over het thema hoe snel laat je jezelf tot kwaad corrumperen. We can step across that line into evil or not. De hele film is een strijd van goed tegen kwaad die zich afspeelt in 1 persoon, Coriolanus Snow. Die de helft van de film de evil variant van zichzelf is. En de helft van de film de goede variant van zichzelf is. En de vraag is welke overwint. There's a natural goodness built into us all. Een soort van de line waarmee deze film werd reclame gemaakt voor deze film werd. Is hoe snel word jij jager om prooi zijn te voorkomen. Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator. En dat vond ik een hele goeie. Het geeft echt dat thema weer van deze film. Ik vind het ook altijd een hele shocking film. Ik vind het heftig. Ik vind het spannend. Ik heb op momenten mijn ogen dicht gehad. Omdat ik dacht van oeh, durf ik dit aan? Maar ik ben wel weer positief verrast door de film. Door het nieuwe leven wat ze in deze saga hebben geplaatst. Rachel Zegler, die speelt Lucy Greybeard. De hoofdpersoon uit de film. Tom Blitt speelt Coriolanus Snow. Allebei mensen met wie ik het lastig vond om te identificeren. Ik vond dat het kwaad allebei in zich zat. En het waren niet allebei mensen waarvan je dacht, ah, ik ga er echt van houden. Maar dat hadden we bij Katniss Everdeen in de originele trilogie ook niet echt. De film zat goed in elkaar, maar hij was lang. Een extreem lange speelduur. Het had ook in een kortere tijd gekund, zeg maar. En ik keek zelf vooral voor de games. Die waren vrij snel voorbij en niet zo episch als in het eerste deel of in het tweede deel. Dus daarom vond ik hem weer wat minder goed. Maar het thema van een man die langzaam corrumpeert vond ik erg interessant om terug te zien. En ik hoop dat er een vervolg komt op deze film. En dan ga ik hem zeker kijken. Hopelijk net als deze film met mijn neefje Leon. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien eruit. Dat is in dit geval One True Loves. En dan komt de film die ik nu heb gezien erin. En dat is The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Yeah, and critics can't really talk if our movie's title takes up like half their article's character count. Now that's smart. En dan gaan we meteen kijken naar de top 10.
staat net als in de film. Oké, nou, bedankt. Op 9 staat Five Nights at Freddy's. I will work and you will sleep. I understand. Op 8 staat The Expendables 4. To choose this life over friends. Over family. Op 7 staat de film van vorige week Killers of the Flower Moon. This wealth should come to us. Op 6 staat ook de film van vorige week Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. Op 5 staat de film van deze week The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. It's the sound of snow falling. Op 4 staat The Killer. This is what it takes. Op 3 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Tell her Harold Fry is on his way. Op 2 staat The Marvels. So we switch places whenever we use them. Strong theory. En op 1 staat nog steeds The Creator voor alweer de 7e keer op een rij. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. En aangezien ik jullie ook nog wat extra's weer mee wil geven, krijgen jullie deze week ook nog de top 10 van de laatste series die ik heb gezien thuis. En die volgt nu. Op 10 staat Family Guy seizoen 18. God. Good. Good. Movement. Morning. Morning. Engelbert. Everyone. Everyone. Op 9 staat Family Guy seizoen 17. Thanks, Stewie. Your support means a lot. You don't have it. Op 8 staat het allereerste seizoen van New Girl. Ik zag New Girl afgelopen week af 22 afleveringen en ik heb er echt enorm van genoten. Het is grappig, het is humor. Je blijft echt kijken en elke seconde is comedy en grappig. En je zit er altijd meteen in. Believe it or not, that's not the first time someone's broken my feelings, sick. Op 7 staat Berlin, seizoen 1. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Op 6 staat het 7e seizoen van Flikker Rotterdam. Op 5 staat het 3e seizoen van The Clone Wars. After our attack, the chances of peace will disappear. Op 4 staat What If seizoen 2. What If seizoen 2 is aan het eind van vorig jaar uitgekomen, dus echt nog maar net. En What If seizoen 2 was echt supergoed. Veel beter dan het eerste seizoen. En echt bijna gelijk aan live-action Marvel series. Bijna. You thought the story was over. But it was only just beginning. Op 3 staat het eerste seizoen van Echo. I was there for you! How could you betray me like this? Op 2 staat House of Cards, seizoen 6. All I want you to do is behave as promised. Did you think you'd seen the last of me? En op 1 staat nog steeds voor de 4e keer op een rij Loki, seizoen 2. Is this cracked? Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film Wonka. Dat wordt echt super leuk, dus ik hoop dat jullie dan ook weer kijken. En dan zie ik jullie dan. Tot ziens, tot later.